democratie moet je ontzettend koesteren en ook ervoor waken dat onder een crisis bepaalde individuele rechten van Kamerleden, maar ook hoe wij als parlement functioneren, dat die niet ondergesneeuwd raken. Dus we proberen echt een balans te vinden tussen voldoen aan de regels zoals die aan de samenleving worden gesteld en tegelijkertijd ook ons parlementaire werk, we zijn medewetgever, wij controleren ook de regering, dat die balans ook behouden blijft. Dus en voor zover ik het nu kan overzien, gebeurt dat ook. En dat is ook mijn rol als voorzitter om daarvoor te waken. In de plenaire zaal heeft iedereen te maken met een nieuwe situatie. Dus de bodes lopen nu ook elke keer naar elke spreker het spreekgestoelte schoon te maken. Ze moeten ook leren om een beetje afstand te houden, want ze zitten altijd, als ze naar mij komen, gaan ze iets fluisteren. Dat kan ook niet meer, dus in het begin was het even zoeken. Wat er nodig was voor die zaal, vooral die afstanden. Dus we hebben gezegd, wij stemmen altijd, behalve als er een hoofdelijke stemming is, fractiegewijs. Dus als één iemand van een fractie zijn hand of haar hand opsteekt, dan telt dat gewoon mee. Dus we hebben gezegd, dan hoeft de rest niet aanwezig te zijn. Dat zijn allemaal van die praktische dingen die wij al werkend eigenlijk hebben uitgevonden. In het begin was het een beetje wennen, maar intussen vinden we het ook weer een beetje normaal. Ik hoop echt dat die crisis zo snel mogelijk voorbij gaat. Je ziet ook met kinderen bijvoorbeeld. Ja, mijn kleinkinderen die zitten nu ook thuis. Normaal pas ik 1 dag per week op ze. Maar dat kan niet meer. En dat vind ik ook heel, heel heftig. Mijn moeder verblijft in een soort verzorgingshuis. Ja, en dan moet je ook op afstand met haar praten. En dat doet iets met je. Maar goed, iedereen lijdt eronder. En de een meer dan de ander, vooral wat met ouderen gebeurt. Ik hoop dat dat zo snel mogelijk voorbij is. Ga iedereen knuffelen. Ja, te beginnen met mijn kinderen en kleinkinderen, maar ook Kamerleden en zo. Dus ik hoop niet dat jullie in de buurt zijn.